Ja, je raadt het nooit, maar die auto die hier staat, die heb ik gratis gehad. Ik ga naar een autobedrijf toe omdat ik een E36 M3 aan wilde kopen. Omdat ik zelfs op straat werd aangesproken van, joh, die auto die je laatst hebt gedaan, dat is een echte topper. Die zou je eigenlijk gewoon eens een keer weg moeten geven. En dat heb ik als een challenge opgenomen. Maar ja, het moest per se natuurlijk wel weer een handbak zijn. En ja, ik moest diep in de buidel tasten, dus ik ging daar even over nadenken. Nou, ik uiteindelijk eentje op internet gevonden. Ik naar dat bedrijf toe. En die auto viel me eigenlijk een beetje tegen. En ik heb gewoon eerlijk tegen die verkoper gezegd wat ik ervan vond. Wielen lijken er een beetje schuin onder te staan. Zit er een soort schroefset onder of zo? Ja, klopt inderdaad. Hier heeft hij wel een klap gehad hoor. Hier heeft hij wel echt helemaal in elkaar gezeten. We weten ook dat we niet de meest perfecte M3 hebben op dit moment. Dus, Die staat ook helemaal open. Die sluit hier ook, ziet ook helemaal er tegenaan gekit. Zoals ze daar doen met veel plamuurwerken. En... Ja. Uitlaat is helemaal rot. Kijk wel hier ook, ja, allemaal scheuren. Als je dit nog netjes wil maken, dan moet eigenlijk alles weer opnieuw. Vind je dat ik daar een beetje gelijk in heb? Of zeg je van, Rick, je bent nu aan het zeiken? Ja, we hebben er ook een verstand van, hè? Dus dat zien we allemaal. Maar nee, dat is zeker. Het is geen gezeik, het is gewoon in principe de waarheid. Ja. Als je het goed wil doen, zit er 40.000 euro werk in. En toen zei hij van, nou Rick, ik heb een goed idee. Want mijn oog viel op een 730i. En dat is dus de auto die hier staat. Want daar was ik eigenlijk smol verliefd op. Ik was die E36, was ik die alweer vergeten. Alleen die wielen, die zijn al geld waard. Ja. Bandjes, wielen, naafdopjes. Dat is allemaal nieuw. Geen corrosie, niks, geen beschadiging erop. Dat is allemaal wel netjes gedaan. Er zit geen pitje, geen stofje, niks in. En nieuwe bandjes. En toen zei hij van, Rick, als jij die E36 koopt, dan krijgen we maar deze gewoon er gratis bij. Ik zeg, dan ga je me geen tweede keer zeggen. Dus ik heb die deal per direct rondgemaakt. En ik had natuurlijk budgetair nou ja, best wel wat geld over. Dus ik heb hem gewoon helemaal als nieuw gemaakt. En dat ga ik je allemaal in deze video laten zien. Gewoon van A tot Z, van haven tot gort. Maar ik zit er nou met twee, dus deze auto gaan wij dus aanstaande zondag 17 maart aan een van jullie weggeven, s'avonds om 8 uur. En hoe gaat dat in zijn werk? Als je nu een willekeurige order plaatst, aangezien we een jubileum hebben, 10-jarig bestaan, dus je hoeft niet boven de 100 euro of wat dan ook te bestellen. Jouw bon gaat hierin. Elke bestelling dus. En dan zondagavond, s'avonds om 8 uur, doen wij de trekking en degene die ik eruit pik, ja, die krijgt deze fantastische klassieker. Ik heb die M3 wel gewoon aangekocht, ga ik je ook laten zien en die gaan we 1 april aanstaande aan een van jullie weggeven. Ook bij elke willekeurige bestelling. Dus heb je die order gedaan? Nou, heel mooi. Zondagavond gaat de eerste eruit, dat is voor die auto en de rest van de bonnen blijft gewoon zitten. Nou ja, dit is een bijzonder ding, kom maar eens even mee, want de aankoop is heel wat, maar de restauratie, die stop. Ongelooflijk eigenlijk. Zie je achterkanten. Dit maken we dus alleen met de iron remover schoon. Dat is dus blank metaal met alleen blanke lak. Geen real effective toepassen. Want dat gaat ten alle tijde, nou ja, in 90% van de gevallen invreten. En doe je het met iron, is er niks aan de hand. Kijk, exact hetzelfde grilletje. Dus als hij dadelijk netjes is gepoetst, even terugklikken en wacht. Het reinigingsproces, alle vette randjes, kantjes, dingetjes, pakkingen, olie, vetresten, dat moet allemaal weg zijn om uiteindelijk die motorruimte goed te kunnen renoveren. Ja, de auto staat zo mooi in zijn lak dat we hem niet gaan kleien. Dat is helemaal niet nodig. Sterker nog, als we hem nu zouden gaan kleien, gaan we hem alleen maar slechter maken. Want hij is spiegeltje glad en hij staat mooi in de was en er zitten bijna geen krassen in. Dus we kiezen voor een dirt foam. Dat het beetje vuil wat er nog op zit, dat het helemaal losweekt. Zo zijn ze echt wel serieus geld waard. En helemaal als hij daar klaar is.
Maar voor de echte liefhebber... Oh. Onbetaalbaar, wil ik zeggen. Holy shit, hé. Hey. Eerst de remmerij uit elkaar halen, dus de remklauwen schuren, spuiten. Het roest van de remschijven afhalen, er zit een klein beetje vliegroest op. En dan gaan we verder met de motorruimte. Dit toch nog steeds, en je hoort het me vaker zeggen, maar ja, zo'n 6-in-lijn motor van BMW, 80, 90 jaren, ja, dat doet het wel nog steeds. Ik heb zelf dan een 733, is het type hiervoor, met maar 35.000 kilometer. Maar kijk even met ons mee, want mocht je thuis zo'n auto krijgen, ja, dan wil je hem zo hebben natuurlijk. Dit ook, zo'n BMW-logo wat weer helemaal zichtbaar wordt. Ja, dat vind ik gewoon heel mooi. En als dat klaar is, dan maken we het nog een keer schoon met kleerglas. En dan zet ik er een klein, heel dun laagje hittebestendige blanke lak op. Ja, en dan is hij echt als nieuw. Nou, de motorruimte is helemaal klaar. Het is natuurlijk een juweeltje geworden. Het volgende probleem. Niet alleen de tijdsdruk trouwens, hè, want zondagavond wordt die al weggegeven. Dus we moeten deze week echt knallen om die auto af te krijgen. Het hemel. Kijk, dan zie je dus dat de lijm de afgelopen jaren helemaal is opgelost. Dus we hebben hem nou tot waar dat hij los zat, hebben we hem... ja, wat zullen we ervan zeggen? Losgetrokken, hè? Een nieuwe lijmlager opgezet en dan gaan we dit weer glad strijken. En dit is dus een klusje wat best wel wat tijdrovend is. Maar als je dat goed doet, zoals je hier ook ziet, je moet die bultjes eruit blijven masseren. Zie je dat? Dan zie je dat die hier gewoon weer helemaal strak zit. Dus dat enerzijds, deurpanelen en zo allemaal nog mooi mat. Dus gaan we direct met glasreiniger afwerken. Gaat dus niet in de mattering. Wat dus nog wel in de mattering moet, is de bijrijdersstoel. Wat ik sommige mensen wel eens zie doen, dan krijg je dit. Zie je, kijk dan, dan gaan ze dit zo insprayen. Dan krijg je van die druipers erop. Dit is echt het meest slechte wat je kunt doen. Dus ik wrijf er ook gelijk eroverheen. Want wacht je anderhalve minuut, die druipers gaan er niet meer uit. Luxe ook, hè, voor die tijd, hè. Echt luxe, hoor. Dan gaan we eerst even checken van, zijn er dingen waar dat geen spuitnevel op mag komen? Hier zitten twee chrome dingetjes, dus die plakken we even af.
Mijn collega heeft alle toetsen en zo allemaal al gedemonteerd. Dus dat is allemaal goed. Ga ik even wat tape pakken en de reparatie kan beginnen. En weg zijn de beschadigingen. Laatste finishing touch. Nou, gesigneerd en wel. Echt een hele andere auto. Niet normaal. Plastic restore, bandjes ook. En dan is hij klaar. Ja, gekker dan dit gaat het dus niet meer worden. Buiten dat het een waanzinnige auto is geworden, wil ik je nogmaals adviseren om eens even goed na te denken. Want de ton is momenteel nog helemaal leeg. Dit hebben we natuurlijk al veel eerder opgenomen. En de eerste trekking is dus al 17 maart, s'avonds om 8 uur. Dus dat is zondagavond al. En als je een bestelling doet, zit jouw bon hierin. En win jij hem zondagavond niet, dan blijft jouw bon dus gewoon erin zitten. Want 1 april aanstaande, als wij heel die M3 helemaal gerestaureerd hebben, helemaal fabrieksnieuw gemaakt, dan husselen wij nog een keer de bonnen door elkaar. En dan kun je misschien tussendoor nog wel een keer eens een bestelling doen. Aangezien er geen bedrag van 100 euro aan vastzit, kun je voor een paar euro al eigenaar zijn. Niet alleen van deze, maar ook van de E36. Dus laat nog even een leuke felicitatie achter, zou ik zeggen. En wat vind je van deze auto? Laat even eerlijk wezen, het is wel een mooi resultaat. En dan ben ik heel benieuwd wie dat de gelukkige gaat worden. Tot de volgende!